Economische onafhankelijkheid voor de vrouw, wat betekent dat? Het betekent dat de meeste vrouwen toen waren gehuwd. Nu zijn heel veel vrouwen samenwonende. Maar gehuwd of samenwonende maakt niet uit. Economische onafhankelijkheid betekent dat ik als vrouw elke ochtend kan opstaan en zeggen, ik ga weg. Ik heb mezelf, mijn inkomen, mijn eigen werk. Ik hoef niet dingen te verdragen van mijn partner die onverdraaglijk zijn. En het eerste duidelijkste voorbeeld daarvan hebben we gezien met alle groepen die bezig waren in de vluchthuizen van vrouwen. Waar huiselijk geweld van mannen tegenover hun echtgenoten en hun kinderen heel vaak voorkwam bij gezinnen waar de vrouw huisvrouw was en geen eigen onafhankelijk inkomen had. Dus daarvoor alleen al is het heel erg belangrijk dat vrouwen de vrijheid hebben van te kunnen scheiden. En wanneer je geen eigen werk hebt, eigen inkomen is altijd uit arbeid, dan kan je dat gewoon niet. De tweede zaak is dat vanaf de jaren 60 vrouwen in meerderheid langer dan 16 of 18 jaar studeren, een studie uitoefenen en daarna gaat dat verloren voor de maatschappij. Als je na de middelbare school 4 jaar, 5 jaar verder studeert en dan plots word je huisvrouw, dat heeft geen zin. Dat fnuikt de autonomie en de ontplooiingskansen van de vrouw zelf. En het geeft haar die afhankelijke positie tegenover haar man. Want wij hadden ook een kritiek op het traditionele huwelijk. Of op het huwelijk tout court. Wij zeiden, het huwelijk moet een vrijwillig akkoord zijn tussen twee gelijkwaardige mensen en twee autonome mensen. Dus economische onafhankelijkheid is heel belangrijk om geweld tegen vrouwen te bestrijden en ook het zelfbeeld van de vrouw en de autonomie van de vrouw als mens te kunnen bevestigen. En ik denk dat daarin onze maatschappij wel fundamenteel vooruit gegaan is. Dat nu de meerderheid van de jonge vrouwen dat ook als vanzelfsprekend vinden in hun eigen levenstraject, in hun eigen project.